Op donderdag 7 november was er het Nationaal Schoolontbijt. Ook in Genderen gingen de kinderen vroeg naar school om samen te ontbijten. Normaal met de burgemeester op bezoek, maar dit keer met wethouder Van de Ven, die voor het eerst een boterham met kaas had. Voor mij was het een heel bijzonder moment. Niet alleen omdat ik zelf begonnen ben ooit mijn carrière in het basisonderwijs. Maar belangrijker nog, ik heb mijn eerste boterham met kaas op. De wethouder sprak zich ook nog uit over het schoolgebouw van het fundament in Genderen, welke volgens hem dringend aan vervanging toe is. Dus heeft de gemeenteraad met meneer Arno Bouwman bijvoorbeeld, die heeft gezegd, wethouder Van de Ven, zorg er eens voor dat er op niet al te lange termijn, dus binnen nu en een paar jaar, dat er ergens in Genderen een mooie nieuwe school komt te staan. De bedoeling is toch wel dat we 2021, 2022 ver zijn met de afronding om er een mooie nieuwe school weg te zetten hier in Genderen. Hoe, wat en waar, dat weten we nog niet. Maar dat het gaat gebeuren is zeker. Het is hard nodig. Een goed ontbijt is belangrijk. Zo werden de boterhammen vandaag voorzien van... Hagelslag. Kaas. Waarom is ontbijten belangrijk? Word je fit van. Als je gezond eet. Wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat kinderen met een gezond ontbijt de dag starten. Zodat ze genoeg energie hebben om lekker mee te doen met ons. Ik heb gezondheid in mijn portefeuille en onderwijs. Dus wat dat betreft is dat een ideale combinatie natuurlijk om samen met de kinderen eens na te denken van hoe houden wij onszelf en onze gemeente gezond. Nou ja, dan moet je natuurlijk een geschikte plek hebben. En wat is mooier dan groep 7 op het fundament in Genderen. Ja, nee, maar dat weet je wel. Hoe waren er veel? Ja. Hebben jullie